Dank u wel, voorzitter. Voor u staat een van de eerste generatie kinderen van het nieuwe land, toen de Noordoostelijke Polder genoemd. Getrouwd en 4 kinderen. Ik ben geboren in Nagelen, symbool van de maakbare samenleving. Een dorp ontwikkeld in de periode van wederopbouw aan de hand van ook sociaal-democratische opvattingen over de ideale samenleving van morgen. Opvattingen die mij hebben geïnspireerd voor de sociaal-democratie. Het was een periode van optimisme, vernieuwing en hoop. Ik was de oudste van 5 kinderen die opgroeiden in een klassiek gezin. In een stabiele omgeving, gekenmerkt ook door de culturele dynamiek van de jaren 70. Betrokkenheid met de samenleving is bij mij in die periode ontstaan. En toen ik om mijn 18e begon te werken, vond mijn vader het vanzelfsprekend dat ik lid werd van de vakbond. Mijn werk, mijn studies, mijn bestuur en vrijwilligerswerk en de samenleving waarin ik opgroeide, hebben voeding gegeven aan mijn politieke en maatschappelijke interesse. Ook mijn intellectuele interesse. Ik ben socioloog geworden. Voorzitter, de keuze voor de sociaaldemocratie en daarmee voor de Partij van de Arbeid is voor mij vanzelfsprekend. Toen ik op mijn 18e de school verliet, zijn het deze waarden die mij de mogelijkheid hebben geboden mezelf te ontplooien. Die mij hebben geïnspireerd zelf de politiek in te gaan. Die reis van schoolverlater tot socioloog breekt me nu hier in uw kamer. Het sluit aan bij mijn ideaal om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in vrijheid datgene ervaren wat ik als kind in Nagelen heb ervaren. Kansen en mogelijkheden je te ontplooien en je vleugels uitslaan, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Voorzitter, het Nederland van morgen is voor de Partij van de Arbeid een samenleving met gezond, veilig en duurzaam voedsel. Veilig, gezond en duurzaam voedsel op ons bord, dat willen we toch allemaal? Toegankelijk en betaalbaar voor iedereen ook. We zouden daarom graag zien dat het belang van de consument meer centraal komt te staan. Dat het uiteindelijk vanzelfsprekend is dat op elk bord in Nederland duurzaam voedsel ligt. Dus ook voor de bewoners van het verzorgingstehuis Wittestein in Emmeloord. Voor mijn buurtgenoten die op vrijdagavond in de buurthuizen gezamenlijk eten. Voor de mensen die elke dag gewoon boodschappen doen. We moedigen de staatssecretaris dan ook aan zijn voedselagenda te realiseren op de door hem ingeslagen weg. De PvdA vindt het belangrijk dat dierlijk voedsel met zorg wordt geproduceerd. Voor het dierenwelzijn en zonder belasting voor het milieu. Consumenten moeten makkelijker kunnen kiezen voor dier- en milieuvriendelijke producten. Voorzitter, de Partij van de Arbeid vindt daarom het middel van een betrouwbaar en herkenbaar keurmerk een prima instrument. Een van de belangrijkste en meest succesvolle keurmerken is het Beter Leven keurmerk. Het keurmerk is op initiatief van de dierenbescherming tot stand gekomen. Zij hebben er samen met Natuur en Milieu voor gezorgd dat via het keurmerk dieren in de veehouderij het nu beter hebben. Door het keurmerk zien we dat de carbonade, de kippenpoot en het ei dat we kopen afkomstig is van een bedrijf dat dieren en welzijn serieus neemt. Een krachtig beeld zegt uiteindelijk meer dan 1000 woorden. Wat zou het mooi zijn wanneer dit keurmerk ook uitgebreid kan worden naar de gangbare zuivelsector en dat het zich niet beperkt tot dierenwelzijn alleen. Maar ook wat zegt over de impact van het product op het milieu. Zo kan de consument gelijk zien of het product goed is voor het dier en de omgeving. Zo levert het keurmerk ook prachtig een bijdrage aan de uitvoeringsagenda veehouderij. De PvdA zou graag zien dat het kabinet dit samen met de dierenbescherming en natuur en milieu in de sector realiseert. De maatlat het duurzame veehouderij, met name in gebruik in Brabant, sluit mooi aan bij deze ontwikkeling. Dit zogenaamde, dan afgekort
MDV-certificaat geeft aan dat de veehouderijstallen duurzaam zijn neergezet en ingericht. Wij vragen de staatssecretaris of hij bereid is deze ontwikkeling verder te ondersteunen. Voorzitter, we beseffen dat de nadruk op duurzaamheid en gezondheidsaspecten van voeding ook wat vraagt van het Europees landbouwbeleid. De voedselvoorziening in Nederland is immers verweven met de Europese voedselproductie. De Partij van de Arbeid benadrukt dan ook dat we er niet zijn door in Nederland de zaak goed te regelen. De Partij van de Arbeid vraagt de staatssecretaris het door de EU toegezegde platform dierenwelzijn een hoge prioriteit te geven. Met het platform kunnen stappen gezet worden naar een Europese aanpak voor verbetering van dierenwelzijn en gezondheid. Dus zeg ik tegen de staatssecretaris, zorg dat de Europese Unie het tempo erin houdt. Voorzitter, hiermee sluit ik mijn eerste speech af in dit zeer door mij gerespecteerde huis. En zeg tot de jongeren van vandaag en de volwassenen van morgen, idealen en dromen over morgen geven kleur aan je handelen van vandaag. Dank u tot dusver, voorzitter, mijn eerste termijn. Dank u zeer. Ik mag u straks als eerste feliciteren.